En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. We geven ongeveer 10% van ons inkomen uit aan groente en fruit. We staan hier op de markt. Ik kijk daar naar komkommers. 2 stuks, 1,50. Maar ik las van de week in de krant dat de boer 11 cent krijgt voor die komkommer. Nou moeten toch ook die prijzen omhoog. Wat vindt u van dit hele, van dit verhaal? Nou, ik vind dat de tussenhandel toch wel met het meeste geld gaat strijken. De mensen die daar het werk voor doen, eigenlijk dag en dag mee bezig zijn, dat die vanaf het niet krijgen wat ze verdienen eigenlijk. En waar dat ze een behoorlijk bedrijf mee kunnen runnen dan. Ik weet niet waar het er tussenin blijft, maar als het maar 16 cent of wat dan ook is en het komt hier, dan moet dat toch ergens iets mis zijn. Hè? Of die tussenhandel, ik weet niet of die man die op de markt zit, of die nou zoveel geld verdient, dat weet ik ook niet. Maar ik weet niet waar het dan tussen zit precies. Zo is het altijd nog geweest, want wij thuis hadden dan ook een boerenbedrijf en een fruitbedrijf. En bij hun thuis hadden ze een grote boerderij eigenlijk met melkvee en dergelijke. Maar dan is het ook precies hetzelfde. Ja. He, wat de melkprijs was toen ook zo laag en in de winkel moest je hem ook tenminste nou behoorlijk van betalen. Maar ik denk dat het altijd wel zo geweest is. Mevrouw, hoe staat u erin? Hetzelfde. Ja. Hetzelfde. Want ik weet goed hoe het is hoor. Ja. En persoonlijke vraag, waar doet u uw boodschappen? Hier bij de lokale ondernemers of gaat u toch naar die grote supermarkten? Nou ja, wij komen ook bij kleintjes, waar? Ook bijvoorbeeld bij de zandrozen of bij ons in het dorp kunnen dus aardbeien krijgen bij de boer en die gaan wij daar halen. Wij komen uit Ten Boer, dat is tussen Groningen en Appingedam in. En daar staat op de molen altijd, koop in Ten Boer wat het dorp u biedt. En dan heb ik dus ook zoiets van, dan krijgt ook de middenstand datgene wat het verdient. En dan blijft die middenstand ook in stand in zo'n plaatsje. Dus als het dan ook iets duurder is en als het dan ook het fruit en de groente ook iets duurder is, ja dat zij dan zo. Maar dan heb je wel al die zaken gewoon bij jou in het dorp. En u vindt het dus ook niet erg om wat meer te betalen voor uw groente en uw fruit en waarschijnlijk ook voor het vlees bij de slager en het brood bij de bakker? Nee, het moet wel binnen de perken blijven, want ik snap best wel dat het voor veel mensen best wel lastig is, economisch gezien. En dat is natuurlijk voor een categorie mensen is makkelijk om er zo over te redeneren, maar voor een hele grote categorie is dat niet zo. En dat snap ik ook wel. Dus er moet wel een duidelijke balans, vind ik, zijn tussen, nou, prijskwaliteit en wat er te bieden valt. Ja, dat vind ik wel. Nou, ik vind dat boeren ook gewoon normaal inkomen zou moeten verdienen. Ze werken ook gewoon hard. Dus ik zie niet in waarom dat anders zou zijn dan iemand die iets anders zou doen. Weet ik veel, in de supermarkt zou werken of zo. Ik vind dat gewoon gelijk zou moeten zijn. Nou, kost hier 2 komkommers 1,50 en de boer krijgt 11 cent. Toch wel een beetje wringend. Waar zou het dan liggen? Heb je ideeën? Of, je kunt lokaal gaan winkelen? Ja, er zitten natuurlijk ook altijd andere kosten bij. Want het moet hier natuurlijk komen en die mensen die het verkopen, die moeten ook betaald worden. Maar ja, ik weet ook niet precies hoe dat zit. Dus ik weet ook niet of daar echt een goed antwoord op zou kunnen geven. Ja, dat vind ik redelijk, want ze moeten wel iets verdienen. Ze kunnen niet voor niks werken, niet. Maar vaak die tussenhandel die ertussen zit, die maken het duurder. Maar diegene die het produceert, die beurt dan uiteindelijk te weinig. Is het dan een idee om te zeggen, we gaan niet meer bij de grote ketens onze groenten en fruit halen, maar ik ga eens hier in mijn eigen omgeving, in de streek, bij de boer lokaal mijn groenten en fruit halen? Ja, maar wat is nou het goedkoopste? Want de mensen die kiezen toch, prijsbewust, voor het goedkoopste. En ja, dat is natuurlijk niet goed, maar dat is de praktijk uiteindelijk toch. Dus wij letten toch een beetje op de kleintjes. Nee, zo is het. Hoort er ook bij, hè, op de kleintjes letten. Ja,
Ja, daar hoort er zeker bij. Ja. Van aan de ene kant misschien iets beter betalen dan de ander. Dat is natuurlijk ook verschillend hoe een dikke portemonnee dat je hebt. Ik begrijp natuurlijk wel dat die boeren voldoende moeten verdienen aan wat ze produceren. Maar ik wil er natuurlijk ook zelf ook niet te veel voor betalen. Hè? Want we eten nogal veel fruit door de week. Dus vandaar ook dat ik de prijzen wel in verhouding moeten blijven tot wat ik koop. En wat ze, maar wel dat de boeren voldoende verdienen. Natuurlijk, kunnen die mensen niet voor niks laten werken. Waar zit volgens u dan het probleem? Waar knelt de schoen? Ik denk in Den Haag. Huh? Dan op moet, wat voor manier? Ja, dan moet de regering dus ingrijpen als ze dat niet genoeg verdienen, die mensen. Want het wordt er allemaal van boven geregeld. Ze kunnen alles regelen. Dan moeten ze dat ook maar eens een keer regelen, vind ik. Huh? Nou, ik vind het sowieso al belachelijk dat wij ontzettend veel voor de groente en fruit moeten betalen. Dat loopt eindelijk de spuitgat uit. En dat de boeren dan ook nog minder krijgen, ja, dat is triest. Ja, dat is triest, ja. Dat is niet... Maar goed, ik heb wel zoiets, de boeren zien er nog qua... Denk ik dat ze het nog wel goed hebben. Maar de minima, wat betreft de groente en fruit, vind ik wel... Ja, die moeten er dan wel heel erg mee doen met wat ze hebben. En dat is niet veel. Denkt u dat dat misschien ook een beetje ligt aan de verhoogde btw-prijs dit jaar? 3% erop? Ja, zeker weten. Sowieso, ja. Dat is met alles. Het is allemaal duurder geworden. Ja. Het is haast niet meer te betalen voor een alleenstaande, vind ik. Ja, ja. Of mensen met een paar kinderen. Ja. Het is heel anders boodschappen doen als voor een poosje geleden, hoor. Vind ik. We krijgen niet meer loon. Dus we moeten er toch meer riemen met wat we hebben en waar we het van moeten doen. Dus het is echt wel... Pittig. Het lijkt, maar ik weet niet of het waar is, hè, alsof we in welvaart gestegen zijn. Maar is dat werkelijk ook waar als we dat door zouden rekenen? Wat denkt u daarvan? Ik denk dat de rijken rijker worden. Ja. En degene die met het minima, die moeten het onderspit delven. Want dat is gewoon triest. Maar de rijken, die kunnen dat allemaal wel. Ik vraag me ook af hoe die mensen dat allemaal doen. Maar de rijken, die worden rijken. En de armen, die kunnen het... En dat gaat in de toekomst alleen maar erger worden. Als die prijzen voor groente en fruit omhoog gaan, hoe gaat u daar straks mee om? Minder groente en fruit eten? Of... Nou ja, het is wel zo dat je een keer een pot neemt of een keer een brooddag doet of een eitje bakken of weet ik veel wat. Dus dat ben ik wel mee bezig, ja. En een directe oplossing hebben we hier niet even, hè, op de Mert in Druten, of wel? Dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat wij dat kunnen doen. En ook niet, denk niet dat we doen de hoge heren. Daar hebben wij niks meer over te zeggen. Dat is gauw klaar. De hoge heren hebben het goed, dus kunnen wij het wel shaken. Toch? We lachen nog wel, gelukkig. We blijven lachen. Het is ook, je gezondheid is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Dat is het belangrijkste wat er is. En kinderen. Daar doen we echt. Daar worden we gelukkig van. Ja. Mag ik jullie bedanken voor prachtige reacties? Ja, geen dank. Graag gedaan. Dank je wel. Eens gelijk. Dank je wel. Ja, mooi. Dank je wel.